In deze aflevering ontmoeten we onze vrienden en nemen we jullie mee in een Frans dorpje genaamd Jocelyn, waar we de château bezichtigen en optreden zien en lekker gaan kajakken. We lopen terug. Eentje, hè. Zeg je dat, Rafa? Dankjewel, René. Was dat onze motto? Maar een coole zonnebril. Wauw. Alles is oranje. Alles is oranje? Go. Hij is nu aan het wenen, hij is aan het dansen en aan het zingen en aan het zagen. Henry, wat wil je zeggen voor de YouTube community? Tada! Ja, we zijn dus in stadje Jocelyn. Met heel veel karakter. En we hebben afscheid genomen van Nico en Charlotte. Dat was gezellig. Allee, nog niet echt afscheid genomen, gewoon weggereden. Dus wil je iets zeggen? Groetjes. Was gezellig. Dat jullie er waren. Ja, voilà. Was echt gezellig. En nu gaan we eens een kijkje nemen in deze dorpje. Voilà. Voilà, ik wil koffie drinken, dus dat is perfect. Een doen het, hè. Ja. Bonjour. Dat is koffel. Petit café?
We hebben lekker gegeten. Stampotje met worst. Ha. En hebben besloten om eventjes een wandeling te maken. Ik heb hier al eventjes gewandeld toen Bo aan het werken was. En ja, het is echt mooi. Is wat het Franse ding werd gezegd, hè? Dat het karakter heeft. Oh, daar staat wel iemand met een tentje. Ah ja, kijk, inderdaad. Daar staat iemand met een tentje. Mooi, hè? Maar ik dacht, misschien wil je zeggen dat ik ze aandoe, omdat ze een beetje zwerverschoenen zijn. Ja, klopt. Ja. We gaan eventjes uit, omdat we lawaai horen in het dorpje. Muziek makende mensen. Lawaai. Lawaai. Tsch. Probeer hier te slapen, zin, hè. Kijk, zie. Voilà. Nee, ik heb telefoon bij. Wat? Of ik iets hoor? Ja, hoor je nog iets? Heb jij de sleutel? Ja, ik heb de sleutel. Give me my best. Oh, oh, oh. Goedemorgen, dzień dobry, witam was, internet. We gaan kajakken. Het is de volgende dag, nieuwe kansen. Of is dat kanoën? Ja, kano of kajakken, gewoon roeipedaaltjes en... Psh. Zo lang geleden, heb wel zin in om wat te doen. Ik hoop dat de route wel een beetje leuk gaat zijn om te doen. Dat gaat weer mooi zijn, dat gaat dit zijn. Voilà, ja, sowieso. Little bit. Can we go for a kayak or a canoe for two people? Yes. Yeah. Whoa, whoa, whoa. Nee, nee. Gewoon, ga gewoon rechtdoor varen. Ga gewoon rechtdoor. Nee, maar dat is dit positie. Ik kan niet beter zitten, wat snap jij? Ik kan niet beter zitten, Bo, dat gaat gewoon niet. Maar dan moet jij rustiger paddelen. Maar te rustiger kan niet. Jawel. Oh nee, stop met paddelen. Ja, voilà. Gewoon veel te dik voor deze kano. Mijn poep komt letterlijk met water. Misschien moeten we teruggaan en vragen voor... Het is echt wel sprookjes. Dat is zoals als je een boekje leest. Ja, sprookjes dus. Voilà. I have spoken. Ik vind het wel oké om ook gewoon zo wat ter plekke te blijven, even nog hoor. We worden nu meegenomen door stroom, hè? Hey, ja, ik weet het dus. Wait.
Maar ik was de boom in aan het sieren. Oei, oei, ah, ah. Ja. Ah. Oh. Niet wiebelen, niet wiebelen, niet wiebelen. Oké. Oké, die is al te laat. Die. Ja, het is oké. Ik heb ons teruggebracht naar veiligheid. Ik ben ons terug aan het brengen naar veiligheid. Of niet? Forget what I said. Oké. Voilà, moet je me even mijn poep filmen? Ja, die van mij is ook echt kletsnat hoor. Yes, nice. Die van mij ook. Voilà, dus iemand die zo lenig is als mij, zeker geen kajak, maar een kanoe. Zoveel te veel pijn. Dat was gewoon heel onhandig zitten eigenlijk. Hè? Ja, dat was gewoon onhandig. En we zijn niet goed voorbereid, anders volgende keer moet je een zwembroekje aandoen. En ja, gewoon een zwembroekje. En, gewichtsverdeling. Nee, voilà, gewichtsverdeling was ook niet in evenwicht. En ik denk dat we ook verkeerd gezeten hebben, als ik eerlijk mag zijn. Nee, ik heb me gezet zoals die jongen tegen me zei. Ja, maar hoe meer puntiger, dat is voor, hè. En wij zijn met minder punt. Ik meen het. Die waren gewoon jong en die durfden... Ik was al aan het zitten. En dat meisje durfde niet te zeggen van je ziet verkeerd. Jongen. Of jongen. Ja, gewoon een jong persoon die durfde gewoon iets te zeggen. Voilà. Zo handig. Het maar uit dat het aan de rest lag en niet aan u. Nee, maar ik meen het serieus. Echt waar. Dus Boog heeft net douche genomen en het deurtje is losgekomen. Maar ik zag dat hier een schroefje ook los is, dus ik ga die eventjes inschroeven. Of dat het probleem is. Voilà, het zit erin. Dus waarschijnlijk door de trillingen is de schroef losgekomen. Ja. Dus dat was het eerste mankement na ongeveer 3200 kilometer. Als dat maar zo blijft, dan is het goed. Hè. Zo'n schroefje terug vastzetten. Oké, dan maak ik voor mezelf een koffie en dan dat koekje van Saint-Malo in de oventje opwarmen. Nou, laat me wat plakkerigheid. En, is het lekker, Bo? Ja, super lekker. Ja, ik heb het geprobeerd. Gewoon boter en bladerdeeg. Het ging beter als gewoon super simpel en echt lekker. Echt lekker, hè? En voilà, koffietje. Boys haar dingetje aan doen. En ik ga ook even chillen. Dat is mijn plekje. Oh, buiten is iets beetje te warm.